Van 4 tot 15 oktober is het de Nationale Kinderboekenweek, met dit jaar als thema gruwelijk eng. Op donderdag 5 oktober hield de bibliotheek Helmond Peel zowel in Asten als in Zomer een voorleesmarathon voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Er werd voorgelezen uit gruwelijk enge boeken. Mariette Mee, jij komt vanmiddag voorlezen. Uit welke boeken ga jij zoal voorlezen? Nou, ik heb boeken uitgezocht die te maken hebben met het thema van de Kinderboekenweek. En dat is griezelen. En ik heb dus boeken uitgezocht voor een paar verschillende leeftijden. Van kinderen vanaf een jaar of 3 tot, nou, ik denk een jaar of 7, 8. Want daarna willen ze natuurlijk liever zelf lezen. Hè? Ja. Dus ja, dat is de keus. En hoe ben je erbij gekomen om hier te gaan voorlezen? Nou, dat is gevraagd door de bibliotheek. Want toen er bekend werd dat de staking van de meesters en de juffen zou zijn, toen hebben een heleboel clubs bedacht van, nou, wat kunnen wij doen om de kinderen bezig te houden op die dag? Hè? Iets speciaals. En toen heeft de bibliotheek bedacht van, nou, dan kunnen we eigenlijk wel een voorleesestafette doen. Dus ik begin straks en dan lees ik een poosje voor. En dan is een andere collega en die gaat het ook weer een half uurtje doen. Enzovoorts tot 5 uur of tot 5:30. Als er steeds kinderen zijn. Ja? En verwachten jullie veel kinderen die erop komen? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Maar ik zie nu al wel wat kinderen lopen. Dus ik ga straks eens even kijken welke leeftijdsgroep. En dan ga ik het boek uitzoeken om te beginnen wat het beste bij die leeftijdsgroep past. Ja? En heeft u dat al wel al ooit eerder gedaan, zo voorlezen? Nou, ik lees elke eerste woensdag van de maand voor in de bibliotheek van Zomer. Hè? Van 3 tot 3:30, 4. Dus ik ben het wel een klein beetje gewend. Maar het is ook spannend om te kijken hoeveel kinderen er komen. Hè? Griezelig. Maar deze voorleesestafette is dus als de eerste jaar dus voor de bibliotheek. Ja, dat is eigenlijk gewoon een beetje toevallig omdat het en kinderboekenweek is. En omdat de meesters en de juffen staken, dat is eigenlijk, komt nou bij elkaar. En dat is een goede aanleiding om dit te doen. Dus of het nog eens vaker nodig is of gaat gebeuren, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dus eigenlijk gewoon toevallig een goed alternatief om naar school te gaan. Ja, sommige kinderen die mogen naar de voetbalclub of naar de hockeyclub. En anderen gaan naar hun opa's en oma's een extra dagje. En anderen gaan naar de BSO en kunnen dus ook kinderen naar de bibliotheek komen. Pap, gelukkig heeft Bruno zijn tovertoeten. Monster, bulderbende, weg met die ellende. Kijk. En dan is alles weer netjes.